Door de transmigratie raakten veel los hun grondgebied kwijt. Dit was een van de bevindingen van inleider Tanja Vonkel tijdens een lezing over de invloed van het lossysteem op de sociaal-economische ontwikkeling van de samenmakergemeenschap. De inleider zei dat er in het verleden enkele conflicten zijn geweest tussen de verschillende stammen over de manier waarop er bijvoorbeeld gebruik werd gemaakt van het bos. Wel, dat was niet de focus van mijn onderzoek, maar ik weet wel dat vooral na de transmigratie de nieuwe dorpen die aangelegd zijn, zoals Lombay, Nieuw-Lombay en Capacité, dat oorspronkelijk plantagegebieden waren. Ik heb me verder niet daarin verdiept. Er zijn wel met, ik weet wel dat er een discussie was van over welke afspraken er zouden zijn gemaakt tussen de overheid en plantage-eigenaren, of ik weet niet hoe ze die woorden noemen. Vonkel benadrukt dat er in het verlengde van de gevolgen van transmigratie ook gekeken kan worden naar de conflicten rond het grondenrechtenvraagstuk. Zozeer om een probleem, maar het gaat om meer inzicht in het systeem. Vooral wanneer we werkzaamheden willen gaan verrichten in het binnenland, dat we begrijpen hoe het daaraan toe gaat. Ik gaf in het begin aan mijn aanleiding voor mijn onderzoek dat ik als gemeenschapswerker dit heb opgevangen, ondanks ik zelf Maron ben en erin woon, ook mijn denken en handelen beïnvloed wordt. Maar ik heb het opgevangen als te zijn van een uitdaging in gemeenschapswerk om samen te werken in het gebied, in zijn geheel. Je moet best wel rekening houden met de verschillende law. Vonkel benadrukt dat haar doel voor het onderzoek draaide om meer bewustwording voor de gemeenschap, maar ook voor mensen die in de gebieden gaan werken waar de verschillende los wonen.